Hey mensen, de comments van vlog nummer 478. En dan heb ik hier bovenaan Kalkman, die zegt 3710, flesje rode inkt aan toevoegen. Dan komt de douane en neemt die chap mee. Oh ja, dat zou wel een goede zijn. Alle rotzooi vloeistoffen waar je vanaf moet, gewoon zorgen dat het rood gekleurd is. En dan op laten halen. Maar als ze dan vaststellen dat het geen diesel is, dan komen ze het terugbrengen, want dan kunnen ze het niet verkopen. En dat is natuurlijk wel slechte handel voor ze. Dan moeten ze het zelf afvoeren, kost het geld. Ze willen natuurlijk spullen hebben als ze op kunnen halen, als ze kunnen verkopen. En dan vervolgens weer rekening voor sturen. Dan doe je goede zaken. Ik begin ook een eigen douane, denk ik. Joost, die zegt, het leek er bijna op dat dit een aflevering zou zijn zonder dat er water uit de BNP kwam. Maar gelukkig, er zat nog water in die badkuip. Ja, inderdaad ja, er is een hele badkuip die eruit kwam. En er kwam ook gewoon gescheut water uit en ook uit de inlaat nog. Man, dat is toch niet normaal, water er allemaal uit komt overal. Ik denk dat het ding gewoon een keer gezonken is ofzo, het moet bijna wel. Ja, en het is vast niet het laatste water wat eruit gekomen is, zou ik er vast zeggen. Reinert 46, die zegt, wat we vroeger deden met lang stilstaande diesels was tijdens het starten wat zuurstof laten snuiven van de snijbrander. Dat werkte vaak beter. Je kunt ook de hete lucht van de brander gebruiken tijdens het starten. Dat werkt als voorverwarming. Succes! Reinert, zuurstof laten snuiven vind ik wel spannend. Dat hebben we een keer gedaan bij een auto en toen waren alle zuigerveren verbrand. Dus ik weet niet of dat zo goed is. Natuurlijk is het ook wel dat in de lucht zit volgens mij 15% zuurstof. Hoeveel zuurstof zit er in de lucht? 21 toch? 21? Is het 21? Ja, dus, maar niet zoveel. Dus als je dan echt puur zuurstof erin blaast, dan krijg je wel een hele heftige reactie, denk ik. Dat is, ik weet niet of dat goed is. Ja, hoewel, de motor spuit eigenlijk niet meer... Hij spuit eigenlijk niet meer brandstof in dan dat hij kan verbranden natuurlijk. Maar we hadden toen die auto wel kapot geholpen door zuurstof in te laten spuiten. En dat was echt heel snel. Ja, het is ondertussen opgezocht 21%. Dus, maar dat vond ik wel spannend. Ja, hete lucht in, van de brander zou, ja, dat heb ik al eens vaker gezien. We hebben toevallig, heb je vandaag in de vlog gezien, hebben we met een verfafbrander de lucht in de inlaten verwarmd in de hoop dat dat iets zou schelen. Maar dat deed niet de, ja, did not the trick, hè, om het zo maar te zeggen. Maakte niet verschil. Ja, dus de motor eruit, ja, dat is het. Ik zeg, mensen, bedankt voor alle comments, bedankt voor het kijken, tot de volgende.